Zoals jullie achter mij kunnen zien, vuurwerk bij de Intratuin. Bij de Intratuins in Nederland heb je echt ontzettend veel categorie 1 vuurwerk. En waar ik super erg benieuwd naar ben, wat jullie in deze video gaan zien, is ook meerdere kat 1 van Funke. We beginnen bij de knalerwten van de Egnega. Nou, knalerwten, daar kijken we niet naar. In de catch for this. Ja, we gaan echt super. Yeah. Trouwens, we gaan wel echt een karretje inslaan, toch, Majordi? We hebben er 3, dus ik zou zeggen, ja. Dat moet wel lukt, toch? En een kerstboom erbij. Waar staat die voor? Altijd kat 1 in de kerstboom voor je. Van original, jongens. Deze komen gewoon uit België, maar is wel categorie 1 vuurwerk. Ziek. Maar dit zijn echt mooie pakketjes. Die gaan we ook even testen. Oh joh, knal wat. Ja, ziek, ja. Van original. Ja, we zullen het zien. Net zo, als man. De action. Wel van pakje van meenemen. Nou, hier de oude vertrouwde knetterballen. En zoals jullie kunnen zien, ook verschillende soorten merken. Want volgens mij is dit. Ja, deze. Wat is ook, dit? Ja. Zijn ook GBV of zo? Nee, Leslie. Oh ja, dit is Leslie. Is dat zo? Ja, hier. Oh ja, dit is Leslie en dan heb je hier weer een ander merk, maar dit is een knetterlint trouwens. Ja jongens, we hebben hier zo de vonk, hè? De Bengaal voor je. Dit is met blauwe splits. Dit is rood. Nee, dit paars. Maar ze hebben geen geel en geen groen. Mama. Wel luchthuilers hier, hè? Waar dan? Hier zo. Hey, die hebben we ook niet gehad. Woodcrackers. Ja, dat komt mij ook niet bekend voor, eerlijk gezegd. Luchthuilertjes, altijd leuk. Hoe zonde, man. Al die blokken hier. Besef dat we deze noemen. Deze zouden we allemaal hebben gehad. Ja. Deze. Azul. Die had ik echt heel benieuwd naar geweest. Welke is dat eigenlijk? Weet niet. Vivaldi? Ja, man. Dat is Vivaldi volgens mij. Dat is de enige grote in Nederland. Jammer, hè? Nou, helaas. Nou, dit zijn de Funke luchthuilers, jongens. Die gaan we zo ook even testen. Dat zijn mooie dingetjes, man. Die pakjes. Ja, woodcrackers. Woodcrackers, ja. Die hebben we nog niet gezien. Wat is dat dan? Zo. Zijn die lijken broodjes. Ja, echt, hè? Mini knetterbordjes. Zoals vroeger. Lachen. Hoeveel zitten erin in zo'n doosje? 100. 100, oké. Okay. Oh. 2,99. Nice. Dat is ook niks. Dat is niet. Nee. Jongens. Ja, jongens, hier heb je dus die nieuwe fonteinen van Zena. Die heb ik vorig jaar ook een keer gehad. Die zijn echt super goed. Als ik jullie wil, zou ik hier ook nog een pakketje van halen. Want er zijn er nog heel weinig, zoals jullie kunnen zien. De score ze snel. Een paar bekende dingen. Nu bij de Intratuin verkrijgen. Deze is maar liefst. Deze is maar €6,95. Dat is een hele mooie prijs, 24. Ja, en je kan ze dus nu al halen. Het zijn gewoon echte normale knetterkings. En dan hebben we hier zo de voetzoekertjes. €3,99, 4 rukjes. Ja, ja, altijd leuk voor erbij. Ja, gewoon dus je hebt gewoon eigenlijk al die vuurwerk nu bij deze Intratuin liggen, jongens. En ik denk dat het bij de Aldi heel snel uitverkocht raakt dit jaar. En, kijk deze. Oh ja. Dat zijn de fonteintjes die hier staan. Deze lijken een beetje uit het pakket ook. Ik wou net zeggen, ja. Ze zijn ook heel goed. Die komen ook best hoog, deze. Ja, die gaan we ook even testen. Nou, dat is de inhoud van dit pakket. Hadden we deze nou al gehad? Ja, die gaan jullie ook zo meteen zien. Deze in de video. Blijven gewoon mooi, jongens. Ik blijf het zeggen. Moet je kijken, net Crazy Robot. Crazy mondkap. Nee, echt heel mooi. Ja, we gaan even inslaan en dan moeten we alweer weg. Want om 8 uur sluiten alle winkels. Vuurwerkbunker.nl, jongens. Doe je bestelling. Als jullie deze QR-code ook met jullie telefoon scannen, dan gebeurt er dit. Ga je naar de site vuurwerkbunker.nl. En dan kies je jouw verschillende vestigingen. Dus waar bij jullie in de buurt heb je een vestiging zitten. Even een pakje Funke luchthuilers doen. Moet je kijken hoe ziek deze zijn. Ja, echt bommen dit. Deze zijn echt ziek. Kijk, kijk. Dit zijn rare dingen, vriend. Funke luchthuilers. Hier heb je wel echt wel een veiligheidsbril voor nodig, jongens. Nou ja, dat is even het original fonteinenpakket doen. Ik ben van buiten adem van die dingen. Ja, eerlijk, die luchthuilers, jongens, als jullie eraan komen. Hey, dit is wel lachen, gewoon original fonteinen. Ik ben benieuwd, man. Zit er gewoon een staafje in? Ja, joh. Yep. Maar goed, ik denk dat original wel wat meer kwaliteit levert dan
Ja. Wat? Hier, zie je? Zijn wel lachen hoor. Hey, kat 1 is wel lauw man hier. Ik heb 2 meer nodig man. Ja, wacht even, Tess, wacht. Even kat 1 compoundje, wacht. Okay. Ik doe nu 3 tegelijk. Kat 1 compound. Wacht even, Tess. Hier met de My Plasma stick. Yes. Die is wel lauw hè. Die regenboog. Is heel vet. Kortingscode Pyro Team Delft jongens. Kun je hem ook kopen? Vlontje naar boven. Compoundje, compoundje, compoundje. Yo! Voor je, voor je. Lauwe fontein. Ja, je kan zeggen wat je wil, maar dit is beter dan Big Bazaar en zo. Mooi. Er ook bij. Ja jongens, woodcrackers. Kijken hoe dat gaat. Ik ben heel benieuwd man, die woodcrackers. Ja, er komt wel veel vonken vanaf. Dat wel. Maar die fonteinen zijn harder. Ja. Wat zijn dat voor dingen dan? Hondbloemen. Lekker in de sfeer komen jongens. Mooie pluim. Er zitten er 100 in hè? Nog even een kleine... Oei. Ja! Hier zitten, goos. Deze kant op. Kijk wat hij doet dan. Dit zijn wel lauwe portjes. Vind je? Stokers, wat is dat? Oh, nog eentje. Zeg. Ik heb een bootje daar achter. Wauw. Albert Houwekam. Albert Rieskom, jongen. Nou, die raakt gericht of zo, ik weet niet. Voor de echte Joris. Hier. Oh ja, met crackling. Lachen. Dat was weer de video van vandaag. We hebben superveel kat 1 gehaald. Binnenkort gaan jullie meer video's zien. Hier wordt nog wat afgevuurd. En wij zien jullie bij een nieuwe video. Morgen om 4 uur. Later.